Hey, welkom bij Bewegen met Bart. We gaan vandaag een training doen voor onze armspieren. Die armspieren sterk houden, ook heel belangrijk. En je merkt waarschijnlijk dat we niet elke dag hetzelfde soort training doen. De ene dag een beetje meer een bepaalde spiergroep, dan weer de andere spiergroep. Ik zorg ervoor dat er afwisseling is in de trainingen, zodanig dat elke spiergroep voldoende aan bod komt op een periode van ongeveer een week of 10 dagen. Het enige wat jij moet doen is regelmatig meedoen. En daarmee bedoel ik eigenlijk bijna elke dag. Het is ook zo dat als je elke dag meedoet, dat je zelf een gewoonte creëert. En dat je na verloop van tijd, als het ware, met een automatisme zit. Iets dat gewoon bij je dagplanning hoort. Zoals je tanden poetsen, een douche nemen en dan 10 minuutjes bezig zijn met je eigen lichaam om je eigen lichaam sterk te houden. Als je elke dag wilt meedoen, klik op abonneren hieronder. Dat is helemaal gratis voor jou. Dat zorgt wel dat de video's op YouTube aan meer mensen worden getoond. Dus daarmee maak je anderen ook nog eens gelukkig. We gaan eraan beginnen voor vandaag. Proficiat dat je er vandaag weer bij bent. Zorg dat je elke dag 2 flesjes water en een stoel bij de hand hebt. Elke dag is anders. Dus doe gewoon wat jij vandaag kan. Hier gaan we. En in de workout van vandaag gaan we de armspieren wat extra laten werken. Nooit slecht, sterke armen, altijd leuk. Eerste oefening, een beetje opwarmen. Gaan we de knieën heffen. Dat doen we vaak. Hartslag wat laten stijgen. Is goed. En als je kan, mag je daarbij de andere hand, een beetje omhoog brengen. Goed. Je doet het super. Zoals ik al vaak heb gezegd, mag je elke oefening natuurlijk trager doen dan dat ik ze doe. Ja. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En dan gaan we 1 hand naar boven brengen en 1 hand beneden en dan wisselen we die 2. Ja. Heel goed. Schoudergordel een beetje losmaken. Ook daar het bloed wat laten stromen. Heel goed, heel goed. Je doet het super. Dit nog 3 seconden vol, nog 2, 1 en rust. Oké. Even de schouders rustig draaien, adem in, adem uit. 3, 2, 1. Dan breng je de handen naar voren en dan gaan we de vingers sluiten en openen. Ja. Dan mag je 5 snel doen en dan mag je de handen ondertussen zijwaarts brengen. En weer naar voren laten komen. Heel goed. De voorarmen voelen het al. Als je ze niet hoog kan houden, mag je ze ook naar hier brengen. En je probeert die handen te laten gaan nog. 8 seconden. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En goed. Even losschudden. Even losschudden. En dan mag je er de flesjes bij nemen. De flesjes. Daarmee gaan we zo dadelijk een benchpress doen. Een benchpress wordt normaal gedaan met een heel groot gewicht. Wij gaan het met een klein gewichtje doen. Zit vlak naar voren schuiven op de stoel. En dan ga je liggen tegen de leuning. En dan ga je de flesjes naast je houden. Net boven je borst. En naar boven drukken. Een beetje schuin naar boven mag. Heel goed. Heel goed. En duw maar uit. Duw maar uit. Als je natuurlijk kleine haltertjes zou hebben, mag je die daarvoor ook altijd gebruiken. Ja, het gewicht kan je aanpassen aan de sterkte van je eigen armen. Nog 3, 2, 1 en rust. Oké. Ga je 1 flesje vasthouden. 1 flesje mag je even wegzetten. Dan gaan we 1 arm achterwaarts trekken. Ja, op die manier. Dit kan je eventueel ook met een iets zwaarder gewicht doen. Ja.
Dus je steunt op een stoel. Probeer te zorgen voor een mooie rechte rug. Ja. Zitvlak goed achteruit durven steken. Heel goed. Heel goed. We doen de oefening in de eerste ronde met de linkerarm. 3, 2, 1. En in de tweede ronde gaan we dan onze andere arm gebruiken. Dan heb je de flesjes hier voor je. En dan ga je je ellebogen heffen tot schouderhoogte en laten zakken. Ellebogen heffen en zakken. Oké. Oefening voor sterke schouders. Heel goed. De spier die je nu vooral gebruikt is de deltoïdeusspier. Ja. Die bepaalt vooral de vorm van je schouder. 3, 2, 1. En rust. Heel goed. En dan ga je een beetje voorwaarts leunen. Ja. Opnieuw met de rechte rug. De ellebogen mogen een beetje achterwaarts uitsteken. En dan gaan we daar de ellebogen strekken. Ja. Flesjes dus volledig achterwaarts brengen. Ja. Heel goed. Als je niet comfortabel staat, dan ga je dat ook altijd op een stoel doen. Bij deze oefening ga je naar voren leunen. En dan ga je daar de ellebogen strekken. Zorg ervoor dat je je ellebogen ver genoeg naar achter houdt. Zodanig dat je je flesjes moet heffen. Tegen de zwaartekracht. Heel goed. 3, 2, 1. En rust. Dan mag je recht staan of je kan het ook al zitten doen. We gaan een biceps curl doen. Een biceps curl. En dan gaan we omhoog drukken naar boven. En daar gaan we de flesjes draaien. En dan gaan we terugzakken naar hier. Ja. Hup. Hup. Omhoog. En we draaien ondertussen en dan laten we ze terugzakken. Je doet het super goed. Dus biceps curl. En dan gaan we naar boven. We draaien ondertussen en we komen terug naar beneden. Heel goed. Heel goed. Omhoog, draaien. We komen naar beneden. En volledig zakken tot tegen je been. We doen er nog 3 zo. Heel goed. Nog 2. En dit is de laatste. En dan gaan we elke oefening nog 1 keer herhalen. Houd de 2 flesjes vast. En we gaan opnieuw op de stoel zitten. En de bench press doen. Dus je gaat op je stoel liggen bijna. En schuin omhoog duwen. En laten zakken. Deze kennen we al. Dus we gaan elke oefening gewoon 2 keer uitvoeren. De reden waarom dat we soms oefeningen 2 of 3 keer doen, die ken je waarschijnlijk al, dat heb ik al wel eens gezegd. Daardoor zorg je ervoor dat die spier, in dit geval de borstspier, waar je nu aan het trainen, nog moeier is, nog leger is. En dan kan je die straks, terwijl je slaapt, gaan vullen met meer energie dan er vanochtend in zat. En zo werkt training. Dit is al onze laatste, ja. En dan gaan we nu met onze andere arm, voor mij is dat rechts, dan gaan we deze beweging doen. Heel goed. Ook voor de rugspier deze oefening, die enkelarmspieren. Heel goed. Nog 3. Nog 2. En nu de laatste. En dan neem je weer 2 flesjes erbij. 2 flesjes. En daarmee ga je dus terug je triceps trainen. Achterwaarts brengen die flesjes. Ja. Kan je al zitten doen of al staan. Jij kiest zelf. Wat voor jou het meest comfortabele is. Je
Let erop dat die ellebogen ver genoeg achteruit blijven. En eigenlijk beweegt enkel je onderarm. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. En rust. Dan gaan we natuurlijk de biceps curls doen. Ja. Ik sta ervoor recht. Vind ik zelf het handigst. Je gaat bicep curl omhoog en ondertussen draai je flesjes. Ja. En weer zakken. Omhoog, draaien en zakken. Heel goed. Kom aan. Fantastisch bezig. We zitten in onze allerlaatste 30 seconden voor vandaag. Je ziet, het is niet veel. Het moeilijkste is vaak om eraan te beginnen. En daarom houden we het kort. Nog 3. 2. En dit is de laatste. En het zit erop. Alweer fantastisch gedaan. Ik voel het goed. Ik hoop dat jij het ook goed voelt in de armen. Als je nog iets extra wil doen, bijvoorbeeld een stretching, kijk dan ook eens in de bovenste opmerking hieronder. Die heb ik vastgepind, zodanig dat je daar de verschillende workouts ook nog iets kan vinden. Ik zie je heel graag morgen terug. Geef ook een like als je de workout echt hebt meegedaan. Als je niet hebt meegedaan, als je enkel hebt gekeken, hoef je geen like te geven. Maar als je hebt meegedaan, graag een like. Dan weet ik ook meteen hoeveel mensen er effectief hebben meegedaan. Tot morgen!